Hoe word je rijk met 0 euro? De laatste tijd krijg ik best wel veel vragen. Zeker van mensen in sales calls, via mijn closer. Maar ook mensen in mijn Instagram DM, Facebook DM en zelfs LinkedIn DM. Kan ik beginnen met 0 euro? Kan ik beginnen bij jouw coaching en jou met de winst gaan betalen? Is dit mogelijk? Ik ga je precies uitleggen of je überhaupt rijk kan worden met 0 euro. Want ja, ik zal je echt vertellen. Mensen die miljonair zijn, die riskeren tonnen om in te leggen, te investeren, om miljonair te worden. En arme mensen die willen niks investeren om rijk te worden. Dus helaas, het simpele antwoord binnen een minuut op deze vraag van je: je kan niet rijk worden zonder geld te investeren. Dat is dus het risico. Nou, het leven is sowieso wel een risico, dus ik zou het je zeker aanraden om dat te doen. Maar mocht je nu dus in zo'n slechte financiële positie zijn, moet je eerst financiële kennis gaan vergaren. Nou, hoe kan je dat op de beste manier gaan doen? Kijk eens naar je huidige situatie. Wat doe je momenteel? Hoeveel verdien je momenteel per maand? Hoeveel maak je per uur? En kan je misschien ergens anders gaan werken, eventueel? Want als je geen geld hebt momenteel, als al je vaste lasten opgaan elke maand en je niks spaart, dan moet je kijken hoe kan je je uurloon verhogen. En dat kan je misschien doen door van baan te switchen of promotie te maken op je eigen werk. Dus daar zijn wel mogelijkheden in om meer geld te verdienen. Want ik ben van mening dat iedereen een paar duizend euro, 3, 4, 5.000 euro kan verdienen, kan sparen. Iedereen kan 5.000 euro sparen in zijn leven. Zelfs in Nederland, sowieso in Nederland. Dus. En in België ook als je deze video kijkt. Want ja, het zijn gewoon super goed geregelde landen. Net als hier in Bali waar ik woon. Ja, mensen leven echt van, nou, wat zal het zijn? 200 euro in de maand. Voor alles. Voor je huur, voor je eten, voor je gezin. Dat is het gemiddelde salaris, niet eens het minimum salaris. 180 euro per maand. Dat is wat de meeste mensen, nou, niet in één dag, maar in 2 dagen wel kunnen verdienen in Nederland. Dus je bent in een positie in Nederland waar je heel erg dankbaar voor moet zijn. Zie je baan zeker niet als een slecht iets. Ik heb denk ik in mijn leven bijna 5 jaar voor andere mensen gewerkt. En ja, dat heeft me tienduizenden euro's opgeleverd. Echt bijna wel richting een halve ton, denk ik wel. En daar heb ik veel dingen mee kunnen doen. Daar heb ik mee kunnen investeren in coaches, in mijn dropshipping business, in mijn coaching business, in aandelen, in crypto, verschillende cursussen. Ik heb daar zoveel dingen uit kunnen leren, waardoor ik nu op het punt ben waar ik nu ben. En voor mij om naar het next level te komen, moet ik ook weer een x bedrag investeren. En voor mij is dat geen probleem. Ik investeer elk jaar tienduizenden euro's in coaches. Ik heb momenteel nog een coach tot ongeveer juni. En ja, ik zal ieder jaar neem ik gewoon weer een nieuwe coach en dat zal dit jaar weer hetzelfde zijn. En ik zeg dit niet per se omdat ik jou mijn cursus wil verkopen. Maar het is wel belangrijk om echt die mentor te hebben. Met dat juiste track record. Die dit echt al jaren doet. Die al jaren resultaat heeft voor zichzelf. En jaren resultaat voor anderen. Nou, het is een spannende tijd voor mij. Want ik lanceer een nieuwe brand binnenkort. En ik kan je er nog niet heel veel over vertellen. Maar ja, binnen nu een aantal weken zal het online zijn. En ik zal die journey ook meer met je gaan delen op Instagram, TikTok en op mijn YouTube kanaal. Ik ben super benieuwd hoe dat überhaupt gaat uitpakken. Best wel lange tijd geleden is dat ik echt een brand heb gerund ten opzichte van een dropshipping store. Dus daar verkopen we op Bol, maar verkopen we ook op Shopify. Dus ik ben daar super benieuwd naar hoe dat gaat lopen. Ik hou je daarin op de hoogte. En mocht je interesse hebben om dus met Shopify dropshipping te gaan beginnen, of Shopify branded dropshipping, of verkopen op Bol, daar een winstgarantie mee te behalen, dan moet je zeker bij mij zijn, want dat is hetgene wat wij dus hebben. Ik heb dus meerdere programma's gedaan in het verleden van verschillende e-com coaches en eigenlijk het best mogelijke programma samengesteld wat er maar is. Nou, 1-op-1 coaching persoonlijk van mij. Het is een 6 maanden traject wat we doen, want heel veel coaches doen momenteel 90 dagen trajecten. En echte resultaten behaal je echt in 6 maanden. Als je 6 maanden alles geeft, dan ben ik ervan overtuigd dat je mooie resultaten kan gaan behalen. En mocht je die niet behalen, dan plak ik er nog eens 6 maanden kosteloos tegenaan. Zoveel vertrouwen heb ik in mezelf en in deze twee businessmodellen. Het is aan jou of je deze kans pakt om daarmee aan de slag te gaan. Dat even als korte promo voor mijn eigen coaching business. Ik hoop dat je super
veel geniet van de laatste video's die ik voor je maak. Ik zal nog wel even blijven doorgaan en veel value voor je blijven delen. En ja, het is dus lastig om te beginnen en rijk te worden zonder geld. Dus ja, je moet dus geld gaan maken. En hoe maak je dus geld, dat heb ik je vandaag uitgelegd. Iedereen schreeuwt altijd Escape the Matrix. Maar voordat je begint met ondernemen, raad ik je zeker aan om een baan te nemen en daar wat geld mee te verdienen. Hoeft niet eens per se 40 uur per week te zijn, maar je leert wel discipline, je gaat dagelijks ergens heen, dagelijks ergens klaar. En dan voel je misschien ook die pijn van die 9 tot 5. Ik ervaarde die pijn van die 9 tot 5 zo hard dat ik dus ben gaan online ondernemen en dat ik al in ben gegaan. En als je nu heel comfortabel bent en dus denkt van ja, het is allemaal prima zo met de studio of allemaal prima met die baan, ja, dan ga je niet die actie ondernemen. En zeker niet als je geld investeert. Want als je allemaal probeert, ja, ik ga proberen met 0 euro te beginnen of met zo min mogelijk. KVK is tegenwoordig al bijna 100 euro, dacht ik. Dus ja, hoe ga je überhaupt beginnen? Weet je, je hebt gewoon geld nodig. Ook als je in crypto gekke winsten wil maken of in aandelen of in wat dan ook. Je hebt gewoon geld nodig. En je hebt geen excuses om geen geld te maken in 2024. Er zijn zoveel mogelijkheden. Alleen, ja, de meeste van jullie zijn niet bereid het werk te doen. Dus dat is het hele punt van de video. Geen magische tovertrucs. Maar doe gewoon het werk en start daarnaast een side hustle. Het kan bijvoorbeeld Shopify, branded dropshipping zijn, verkoop op Bol. Of het kan ook compleet iets anders zijn. Maar kies gewoon één businessmodel en ga daar gewoon al in voor. En doe dat een langere tijd. Geef dat alles en je gaat progressie en resultaat zien. De enige manier waarom het niet kan lukken is als je uiteindelijk opgeeft. Ik hoop dat je hebt genoten van deze korte value die ik je heb gegeven. Like en abonneer op mijn YouTube kanaal en dan zie ik je graag weer in de volgende video. Ciao, ciao.